Oh god, targets, alsjeblieft. Welk hou ik je me tegen? Supplies? Meh. Reinforcements kan ik ook aan. Extra armor op de vijanden. Oh, die wil ik echt tegen gaan. Het maakt me niet uit dat er meer komen. Meer vijanden. Meer reinforcements. Dat maakt me echt niet uit. Die komen volgens mij toch niet wanneer er nog anderen in beeld zijn. Maar het is in principe wel mogelijk om dat te doen. Dus voor de zekerheid iedereen er even uit. Ga ik even kijken welke heb ik allemaal hierin zitten. Dat drietal is gewond. Wacht, zit ik jou hier toevallig? Een sharpshooter. Dat is ook handig. Robin ook wel. Ah, oh, nee, Robin is nog maar een rookie. Nee, die moet ik natuurlijk Psychonics geven. Dus gaat hem niet worden. Ah, Raquel. En dan Pitbull. Alleen heb ik geen specialist erin zitten. Ik denk dat het dan eventjes nu wordt. Launch. Let them eat shit. De livestream is trouwens nog maar 55 minuten vanaf nu. Dan ben ik 4 uur bezig. Nee, ik kan er nog wel een uur aan vastmaken daarna. Dus ik kan er nog, ik kan echt nog wel 2 uur doen ofzo. Als ik wil kan ik zelfs voor 6 uur gaan bij elkaar alles. Dus dan zit ik nu pas op de helft. Oh, goed dat je het nog even zegt. Trouwens, als ik nu terug mailen. Hiervoor heb ik jou even nodig. Mailen. Als ik nu Return to Avenger doe. Is dan de missie ook weg? Of dat niet? Want als de missie nou weg is, dan ga ik niet terug. Dan ga ik gewoon de missie doen zonder medipack. Ik hoop wel zeggen. Ik wacht ook nog even op confirmation van Melan. Twee nee, één ja. Dan ga ik het niet proberen. Oh. Nee als in. Ik dacht echt van nee als in. Hij gaat weg. Shit. Oké. Okay. Ik ga het in mijn iPad even neerzetten, dat ik dat voortaan of ik iets onthoud. Dan is ik 2 mail. Want ik heb ook een keertje gehad dat ik het bij een andere soort missie deed. Ik weet niet precies welke, maar die ging wel weg. Toen had ik iets van ja, dan moet ik toch wel even uitkijken. En ik heb ook weer een nieuwe volger. Dus dat is ook geweldig. Een of andere. Des Leo. Op wat zit hij? Zit hij in de chat? Momenteel nog? Oh ja, moet ik de andere knop hebben? Nope, oké. Okay. Waarom? Die knop moet ik hebben. Maar het zal vast ook goed komen. Ik bedoel, ik heb een Rick van Leeuwen erbij. Ik heb basically een Melen. Alleen dan in zijn vroegere CSP-jaren, dus. Je bent er heel erg ver weg, oké. Okay. Oké, daar staan geen civilians. En bedankt Zotte Stier voor het volgen. Er komt helaas niks meer beeld te staan. Dat moet ik allemaal nog regelen. Het is wel de bedoeling dat ik dat in mijn gezicht krijg. Of nou ja,
dat het in principe op het tweede scherm te zien is. Nou, uiteindelijk spotten ze me toch. Maar reinforcements... Ik vind reinforcements niet zo belangrijk als vijanden. En ik weet dat ik altijd, als ik wil, een Skyranger kan oproepen. Dus mocht het te warm lopen, dan roep ik al gewoon een Skyranger naar binnen. Maar zelfs als ze me spotten, nou ja. Alleen liefste spotten ze me pas als ik eenmaal die terminal aan het aanvallen ben. Juist, dat is ook waarom ik net door blijf gaan mailen. Precies die reden. Uiteindelijk omdat ik bij Jan had ik lang genoeg de tijd en bij deze niet. Nee, je hebt sommige. Als de. Gewoon hier. Je hebt er boven heb je een knop. Daarmee kan je hem oproepen. Maar let op: als er al ergens een extraction point staat, dan kun je hem niet oproepen. Maar zolang het er niet staat, kun je hem in principe gewoon oproepen waar je wil. Alleen de missies die. Dat niet hebben, maar. Ik ga wel even uitkijken, inderdaad, voor het geval dat. Ik laat alsjeblieft niet mailen lopen. Ik zou gewoon daar neerzet. Kijk eens aan. Oh, daar gaat hij natuurlijk door het raam heen. Waar? Oh, die. Je zit heel erg ver achteraan, oké. Ja, ik ga zo snel mogelijk eerst naar de locatie toe. Maar ik evacueer bijna nooit eigenlijk. Ze zijn niet dichterbij gekomen, mooi zo. Maar hoe meer stealthy deze operatie is, hoe beter. Trouwens, wat kan je dan hacken? Ah, die. Okay.
Affirmative. Zit er eentje binnen en eentje naar buiten. Ik wist sowieso dat ze daar zouden gaan zitten. Ja, ik weet dat ik near the objective ben. Oh. Ja, zelfs met 99% heb je vaak nog helemaal geen geluk. Kijk. Infiltration! Deze is fucking handig om te stacken. Got it. Die heeft voortaan 70% hackkans. Oh yeah. Oh, nu kunnen hun natuurlijk ook tevoorschijn. Ah, shit. Oh, ik krijg weer een ik krijg echt zo'n heel persoonlijk bericht van hi there, Spion Nolan. Gewoon uit, is your streaming act on too, but sadly you don't have a lot of viewers. I can only get real viewers with our tool. Ik heb datzelfde bericht letterlijk gisteren ook gehad. Something we can use here.
Oké, ze zaten voornamelijk in dit gebouw. Eat this, motherfucker! Ik ga het gewoon proberen. Oh ja, natuurlijk, dat werkt niet! Ik moet ook eens een keertje onthouden dat dat niet werkt. Ja, je moet nooit proberen een mutant te slaan. Dat gaat gewoon gegarandeerd fout. Ik heb geen idee wat er nu gebeurt. Zo, als die nog eens die van had kunnen killen, was het helemaal handig geweest. Maar nee, dat gebeurde niet. Oké, deze kant is niks. Dan kan hij weer daar geen komen. Oké. Als hij geen dode melon wil hebben. Vijf gewoon door de pistool, holy shit. Dus ik wil geen dode rek hebben. Oké, mind control is weg. Oké. Eén ding wat ik wel vraag, is dit de allerlaatste alien? Nope.
burnt to a crisp. Too close to the heat. Moving on target location. Okay. Hij mag niks doen. Okay, suppression. Maakt niet uit de loot weg is. Ik ga deze moeten uithalen. Mooi. Dan geeft ze me direct nog. Hoeveel acties heb jij? 2. Is niet genoeg om ook naar buiten te komen. Volgende beurt moet het lukken. Oké, dat maakt niet uit. Het klinkt pijnlijk, maar dat maakt niet uit. Er is niemand sowieso zo meteen dood. Jij hebt nog maar 1 beurt nodig voordat je doodgebloed bent. Er is iemand op conscious. Maar het gaat lukken ook. Eat shit, motherfucker. Target disabled. En dat was het einde van die missie. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Oh fuck. Ik dacht echt dat het fout zou gaan lopen. Oh. Dit krijg ik geen tweede keer. Eventjes FYI. Dit is mijn eerste en laatste keer dat ik zoveel geluk heb. Holy fucking shit. En dat allemaal
Omdat je fucking Newton wilde slaan. Als dat niet was gebeurd, was het heel anders afgelopen. Waarschijnlijk was ik beter. Oh shit. De eerste en laatste keer dat ik zoveel geluk heb. Fuck. Dit gaat mij nooit nog een keer lukken.